Goedemorgen allemaal, vrienden. Vrienden van het goede bericht. Zullen wij gaan beginnen, deze samenkomst. In de eerste plaats een heel hartelijk welkom. U allen in deze bijeenkomst. Ik stel voor dat we beginnen met het zingen van een lied. En Jeff, heb jij een idee? Ja. Nou, vertel eens. Mijn vader, dank u wel. Vind je dat een mooi lied? Ja. Ja. Kijk op, waarom? Oh, daar had ik. Ja, dat is wel lastig. Dat is wel lastig. Ja. Daar had ik eerst even. Nee, we begrijpen hem wel hoor. We begrijpen hem allemaal wel. Dus vragen naar de bekende weg heet dat. Oh. Mijn vader, dank u wel dat u steeds bij mij bent. Dat u al mijn gedachten en verlangens kent. Enzovoorts. 5 coupletten. Dankzegging vanwege die overvloeiende genade die u geeft. Genade op genade. En we danken u dat we daar ook zicht voor hebben gekregen. En dat we daarom ook met reden en met vreugde in het hart dit kunnen zingen. Het is geweldig dat we mogen weten dat er één is die alles in zijn machtige hand heeft. Ons leven leidt en een geweldig plan heeft dat alomvattend is. En dat wij daar ook een plaatsje in mogen hebben. En dat u alles tot een goed einde gaat brengen. We danken u voor de diepe vrede, voor de rust die dat met zich meebrengt. De hoop en de verwachting die we mogen hebben. Voor de vreugde die we mogen beleven dag in dag uit. In het besef dat u het bent die alles onder controle hebt. En onder welke omstandigheden we ons ook bevinden, u hebt een bedoeling met alles en in alles. En daarom, Heer, we danken u daarvoor en we willen u ook danken voor het geweldige woord dat u hebt gegeven, waar we elke keer weer om samen mogen komen, waar we ons in mogen verdiepen en leer ons wat de waarde daarvan is. Geef ook dat we vanmorgen weer opnieuw daarbij bepaald mogen worden bij de geweldige rijkdom die daarin staat opgetekend.
We danken u dat we in een weliswaar donkere wereld, maar in die donkere wereld dat geweldige licht van u mogen kennen. En zo, in dat vertrouwen, dragen we ons bij u op. En help ons in het luisteren, het spreken, geef ons zo'n heerlijk samen zijn. We danken u ook zo voor de ontmoeting met elkaar. Dat we met elkaar ook dat geweldige, goede bericht van u, die blijde tijding, mogen delen. En elkaar mogen wijzen naar boven, naar voren, want naar die toekomst die vast ligt. Amen. We zingen nog één lied voordat we de Bijbel gaan openen. En dat lied zingen we 2 keer. Er is geen grens aan Gods liefde in Christus. Ik wil u vanmorgen, beste vrienden, eens bepalen bij de, mag ik wel zeggen, die magistrale openingsversen van de Hebreeënbrief. Hebreeën 1 dus. En we zullen daarin niet ver komen. Dat wil zeggen, ik heb een aantal dia's gemaakt die lopen tot en met vers 4. Maar daar staat dan ook meteen wel heel veel in. En ik heb het geduld, zoals u hier achter mij ook ziet, geprojecteerd. 7 heerlijkheden van de Zoon. En de schrijver van de Hebreeënbrief, en ik denk dat dat Paulus is geweest, maar dat doet nu verder echt helemaal niet de zaken. Zijn naam wordt niet genoemd, dat niet. Maar zijn hand herken je daarentegen wel weer in al die 13 hoofdstukken. Maar de schrijver die valt met de deur in huis. Het is in die zin wel een aparte brief en ook niet, ja, het slot daarentegen heeft wel weer allerlei groeten en persoonlijke praktische mededelingen. Dat is wel weer heel karakteristiek voor een brief, maar het heeft daarentegen weer geen aanhef. Het doet niet eventjes melding van wie de schrijver is en naar wie het zich richt. Met de gebruikelijke groeten, et cetera, en genade en vrede, dat ontbreekt. Dat is uitzonderlijk in dit boek of in deze brief. Maar het begint meteen ter zake te komen. En het gaat, en in die verse wordt meteen ook duidelijk waar het de schrijver om te doen is. Feitelijk is de hele brief één grote toelichting op die eerste 3 versen. Of anders gezegd, die eerste 3 versen vormen het fundament van heel het navolgende.
En wat daarbij ook duidelijk is, is dat het in dit geschrift niet gaat om een systeem of om godsdienst of om een filosofie, maar om iemand. Een persoon. En wat voor persoon? 7 heerlijkheden worden opgezomd van de Zoon van God, want over hem gaat het. En wat is dan wel zijn heerlijkheid? Wel, dat is, en dat vind ik juist zo hier zo fraai, dat in 7 punten, een getal dat natuurlijk in de Bijbelse symboliek ook de volmaaktheid etaleert, de volkomenheid. Als iets 7 is, dan wil dat zeggen, dan is dat vol. Als het meer dan 7 is, dan wordt het overvol, oftewel overvloeiend, en dan begint er weer een nieuwe reeks. Zoals we dat allemaal weten, vandaag is het beslotverrekening de eerste dag van een nieuwe week, en de 8e dag. Enfin, dat is wat die 7 ook uitbeelden. En laten we gewoon maar de schrijver volgen in dat wat hij optekent. Wat, misschien is dat nog wel even goed om dat vooraf er ook bij op te merken, dat is dat de Hebreeënbrief, en dat verbaast u niet, gericht is aan Hebreeën, dat wil zeggen aan Hebreërs, aan Israëlieten. Feitelijk is dat de aanduiding. Hebreeën, die spraken dus, wat denkt u, Hebreeuws, hoewel deze brief trouwens aan ons is overgeleverd in het Grieks. Dat is ook weer een apart verhaal, maar in ieder geval, Hebreeën, dat is het meest karakteristieke, dat waren mensen die Hebreeuws spraken. Je leest in de, dat is wel aardig om daar eventjes over na te denken, je leest over de gemeente in Jeruzalem, in het boek Handelingen, en Handelingen 6 is dat, dat daar ook dat daar wat tumult was, wat discussie, wat twist, oneenigheid in de gemeente van Jeruzalem, die enorm omvangrijk was trouwens, maar tussen de Grieks sprekende, de Hellenisten, en de Hebreërs, de Hebreeën. Wel, aan Hebreeën is deze brief gericht. En wat daarbij vooral naar voren komt, is dat er een contrast getekend wordt tussen dat wat men tot dusver altijd kende in het oude verbond, het oude testament, en wat nu nieuw is geworden sinds de Messias is gekomen, de Zoon van God. Aan de ene kant wordt daar verteld over een enorme contrast, hoeveel beter, dat is een sleutelwoord, ik kom daar straks nog even op terug, hoeveel beter alles is wat we in Christus kennen. Aan de andere kant, en dat is ook zo karakteristiek voor deze hele brief, wordt er ook aangetoond hoe dat betere dat wij inmiddels in Christus kennen, allemaal al geïntroduceerd is, voorzegd is, op allerlei wijze in de Hebreeuwse Bijbel, ons Oude Testament dus. Alles is al voorzegd, alles is aangekondigd, op directe wijze, maar ook in indirecte wijze, dat wil zeggen via symbolen en rituelen, et cetera. Alles wees vooruit en inmiddels is dat gekomen. Nou, dat zullen we vanzelf ook wel zien. De vertaling die u hier ziet, die is gebaseerd op de interlineair. En wijkt soms dus af van de NBG die u hier ziet in die grijze letters, in de onderste regel van deze interlineair, zoals dat heet. In vele delen en op vele wijzen van ouds spreekt de God tot de vaderen in de profeten. In vele delen, dat is de directe aanvang van deze brief. En dat in vele delen, de NBG-vertaling bevat dat dan op in vele malen, dat is ook zo, op velelei tijdstippen, maar ook bij allerlei gelegenheden. En op velerlei wijzen, op vele manieren, van ouds, dat wil zeggen van oudsher, dat is al ga je dus ver terug in de tijd, is dat al de realiteit. Niet alleen maar in vele delen. Wij zeggen in vele delen, wij spreken dan over, als het gaat om boeken, ook over delen, hè? Of over, als het gaat over films, over vele afleveringen. Wel, feitelijk is, God heeft gesproken van ouds in vele delen.
Vele afleveringen. Maar ook op vele manieren. Nou, dat is eigenlijk wat ik zojuist al eventjes aangaf. God spreekt. Maar dat doet hij op velerlei wijze. Ook in velerlei hoedanigheden. Want wie is die God? Hoe introduceert hij zich? Sommigen hebben hem gekend als de Almachtige. En niet meer dan dat. Nou ja, dan ben je al... rijk hoor, als je de Almachtige kent. Degene voor wie niets onmogelijk is. Of, wat dacht u van een man als Melchizedek? Die trouwens ook een grote rol speelt in de Hebreeënbrief. Maar hij was priester, staat er, van God, Elohim, de Allerhoogste. Dat is een van de namen of aanduidingen van God. Maar aan Israël, sinds Mozes, maakte God zich bekend met zijn naam. Namelijk als Yahweh, of zo... onze vertalingen dan de Heer, maar eigenlijk is dat Yahweh. Dus op vele wijze sprak God. En wie was die God? Wel, dat was, ja, nou ja, daar zijn vele namen. Maar ook op vele wijze, dat wil zeggen, hij sprak via profeten, dat staat trouwens hier ook, en in de meest directe zin is een profeet iemand, vanuit het Grieks geredeneerd, een profeet is iemand die voorzegt, tevoren dingen aankondigt. En feitelijk is dat ook het waarmerk van Gods spreken. Slechts God kent de toekomst en het waarmerk, het keurmerk van zijn spreken is dat hij spreekt over de toekomende dingen alsof het gebeurd is. KNMI kan met zekerheid dus altijd zeggen van wat voor weer het gisteren en vandaag was, gisteren was en vandaag is. En het wordt altijd onzeker op het moment dat het over aankondigingen gaat. En hoe langer de termijn is, hoe onzekerder het spreken wordt. Ja, zo gaat dat. Wij kennen de toekomst niet, maar God voorzegt. En hij heeft op vele wijze direct voorzegd. God sprak tot de profeten, maar hij liet hen ook dromen, visioenen zien. Hij sprak middels een geweldige... ja, reeks, een hele set van rituelen in de tabernakel en de hele offerdienst enzovoort. Symbolen, kleuren, attributen, gewaden, noem maar op. Maar in al die dingen spreekt God. Dat is ook eigenlijk zoals wij hem kennen. God doet zich niet zien, hij is de onzienlijke God, maar hij spreekt. God is woord. Dat is ook precies waar Johannes Evangelie mee begint. God is woord. We kennen hem sprekend. En in de Hebreeënbrief hebben we het over de God. Die zoals hij zich openbaart in de Zoon. En dan zeggen we, dat is sprekend God. En dat bedoel ik natuurlijk dubbelzinnig. Dat is God sprekend. Maar... hij openbaart zich, hij doet van zich horen. En in zijn spreken, ja, er staat in de Hebreeënbrief, dat is dan hoofdstuk 4, dat Gods woord levend is en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Dat is ja, waarin dat spreken van God zich ook onderscheidt van van elk menselijk spreken. Dat niet in de schaduw kan staan natuurlijk bij dat wat hij te melden heeft. Daarom is het enige wat echt zinvol is voor een mens om te doen, dat is je bezighouden met en luisteren naar dat wat hij te melden heeft. En hij gesproken heeft. Dat is het enige wat vastheid geeft in een wankele wereld, hè, in een onvaste wereld waar niets eigenlijk vast is. En in een duistere wereld dat licht te kennen. Enfin, rituele symbolen, tekenen en wonderen. Nou, ik zou natuurlijk die lijst veel langer nog kunnen maken. God sprak in vele delen, maar ook op vele manieren van oudsher. Dat doet hij dus al eigenlijk vanaf den beginnen. In de beginnen was het woord. Het woord was, en God was het woord, staat er dan eigenlijk. Dus als je hoorde, dat was bij de schepping al. God werd gehoord en zei, wie is dat? Dat is God. Vele delen, op vele manieren van oudsher spreekt de God. Ziet u hier ook weer. Nou, dat is meestal de wijze waarop God
benoemd wordt altijd dat bepaalde lid wordt de God. We hebben het niet zomaar over een God. Spreekt de God tot de vaderen. Ook hier blijkt al dat deze brief gericht is aan Hebreeën. Hè? Want het was juist de profeten. Ja, die kwamen voort uit Israël. Hè? Het waren Hebreeuwse profeten. En God sprak via de Hebreeuwse profeten in de eerste plaats uiteraard tot het volk. En Paulus, die trouwens ook een Hebreeër was. Wat zeg ik? Hij zegt in de Filippense brieven, herinner ik me nou. Daar staat er, ik ben een Hebreeër der Hebreeën. Eigenlijk is dat een soort van overtreffende trap. Ik ben de Hebreeuwste van allen. Dat is eigenlijk een beetje raar om het zo te zeggen. Maar als er één Hebreeër was, dan was het wel Paulus. Ja. En God sprak tot de vaderen, de Hebreeuwse vaderen, in de profeten. Dat is trouwens mooi, want ik zei zojuist even over dat het woord profeet, dat is eigenlijk, dat het woord profeet komt uit het Grieks en dat betekent, zoals gezegd, voorzeggen, voorzegger. Maar in het Hebreeuws is het woord voor profeet, de nebiim, of de profeten, dat is eigenlijk het woord afgeleid van het woord mond. God spreekt bij, dat is deze uitdrukking, bij monden van de profeet, die vind je nog wel eens een keer. Hij legt het woord, zijn woord, legt hij in de mond van de profeten en zij spraken. God sprak van oudsher, vele delen, vele wijzen, tot de vaderen in de profeten. Op het laatst van deze dagen. Deze uitdrukking doet direct denken aan een hele bekende uitdrukking die we natuurlijk ook al in de bij de Hebreeuwse profeten vaak vinden. In het laatst der dagen. Zij voorzegden dingen in het algemeen over hun dagen, maar ook over het laatst der dagen. Dat wil zeggen, dat is altijd een aanduiding van het tijdperk waarin de Messias zou komen. Dus de uitdrukking het laatste dagen, dat zijn is feitelijk synoniem met de dagen waarin de Messias komt, of gekomen is. Toen ik hier trouwens over nadacht, over de wijze waarop het hier geformuleerd wordt, meende ik, daar zit nog een element in, want er staat van, en op het laatst van deze dagen slaat dan eigenlijk op die profeten. Dat wil zeggen, God heeft van ouds gesproken, vele wijzen, vele manieren, in de profeten en op het laatst van deze dagen, namelijk deze dagen van de profeten, van oudsher, spreekt hij in de Zoon. Eigenlijk is de Zoon dus feitelijk de climax van profetie. God, de Zoon, heet trouwens ook profeet. Mozes zei ooit al, nee, God had gezegd via Mozes, bij monden van Mozes, een profeet gelijk u zal ik onder u verwekken. En naar hem zult geluisteren. Dat is daar een profetie duidelijk over de Messias zelf. Hij is dé profeet bij uitstek. Maar hij heet maar niet zomaar een profeet, hij is de Zoon. Maar goed. Op het laatst van deze dagen spreekt hij tot ons in Zoon. Dus het contrast is van oudsher spreekt hij al, maar dat is dan in de profeten. Nu, op het laatst van deze dagen, spreekt hij in Zoon. Het bepaalde lidwoord ontbreekt hier eigenlijk. Het is een Zoon die spreekt. De nadruk ligt daarmee op het feit dat hij een Zoon is. Maar niet zomaar een profeet, een Zoon. En in het Hebreeuws, maar in de Bijbelse taal in het algemeen, is een zoon altijd ook een erfgenaam. Of beter nog, een lotsbezitter. Degene, de zoon die ontvangt de erfenis. U kent dat wat Paulus zegt in de Galatenbrief. Als hij dan spreekt over, zijn jullie zonen, dan ook erfgenamen. Want dat is juist wat in dat begrip zoonschap ligt verankerd. De zoon, dat is de erfgenaam. Eigenlijk is, vandaar ook dat ik bijvoorbeeld in de hele Bijbelse lijn altijd het
het eerstgeboorterecht zo'n grote rol speelt, want de eerstgeborene en degene die het eerstgeboorterecht krijgt, dat is degene die een dubbel deel van de erfenis ontvangt. Dat is de eerstgeborene, dat is eigenlijk de erfgenaam. Al zijn er nog meer, de erfgenaam, dat is de eerstgeborene. Dus dat heeft alles ook met erfrecht te maken. Wel, dat het inderdaad dat aan de orde is hier, dat is duidelijk, want het vers vervolgt. Nu, op het laatst van deze dagen, spreekt hij tot ons. Dat ons hier is heel specifiek natuurlijk de Hebreeën. Een Hebreër spreekt tot de Hebreeën, maar natuurlijk veel algemener eigenlijk is het ook. Hij spreekt tot ons in een zoon, een erfgenaam, die hij, God, de God, heeft gesteld. Hier staat eigenlijk, u ziet dat hier in die interlineaire, hij plaatst. Dat is precies wat het woord God, theos, betekent. In het Nederlands kun je dat niet zo zeggen, maar God is een plaatser. Wel, en hij plaatst alles. Er niets dat plaatsvindt. Nee, laat ik het anders zeggen. Alles wat plaatsvindt, vindt plaats omdat hij het plaats geeft. Ja, hij geeft de plaats en daarom vindt het plaats. Hij, God, is de plaatser. Maar, ja, van wat? Nou, hier wordt een prachtig voorbeeld van gegeven. Misschien wel, hij plaatst. Onbepaalde tijd. Het feit wordt gesteld. Hij, die hij heeft gesteld eigenlijk, ik sta hier in de voltooid tegenwoordige tijd, dus hij heeft gesteld, maar hij plaatst. Dat is eigenlijk wat er, zo had ik het eigenlijk moeten weergeven. Die hij plaatst tot een lotbezitter van alle dingen. Als u een erf-MBG of een statenvertaling hebt, dan staat er altijd een erfgenaam. Lotbezitter is niet echt een lekker Nederlands woord misschien, omdat we dat niet zo kennen. Maar het is een lotbezitter. Een erfgenaam is nog niet per definitie altijd een lotbezitter. Het gedachte bij een lotbezitter is iemand die wat is een lot? Dat is iets wat je ten deel valt. Dat is er bij een erfenis trouwens ook zo. Dan valt je, zonder dat jij daar een invloed op hebt, iets valt je ten deel. Dat is je lot. En als het jou ten deel gevallen is, dan ben je dus een lotbezitter. Dus dat ligt heel dicht bij dat woord erfgenaam. Alleen bij ons, het probleem met het woord erfgenaam is dat het alleen maar in werking treedt eigenlijk wanneer er eerst iemand gestorven is. Terwijl dat niet per se de Bijbelse gedachte is. Het valt jou ten deel. Weet u dat bijvoorbeeld het hele land van Israël, het volk van Israël was een lotbezitter van het land. Dan moet je niet eigenlijk zeggen een erfgenaam, nee, een lotbezitter. Dat wil zeggen, het werd letterlijk door loting werd het toebedeeld aan de diverse stammen en geslachten. Dit deel is voor dat geslacht en dat deel is voor die stam, etc. Ze kregen allemaal een lotsdeel. Door loting werd het hen toebedeeld. Dus je moet dat woord lotbezitter dus eigenlijk ook heel letterlijk opvatten. Het valt je ten deel. Maar let op, van deze zoon, zo u wilt, de erfgenaam, die plaatst God, dat is zijn activiteit, en hij doet dat, hij plaatst die zoon tot een lotbezitter of een erfgenaam van wat? Van alle dingen. Dus het eerste wat de schrijver van de Hebreeënbrief zegt over de zoon. Die zoon, de erfgenaam, de lotbezitter, hij is gesteld door God tot, ja, over wat? Nou, alles. Dat is een universele glorie van hem. Er is niets wat daarvan is uitgesloten. Alle dingen vallen de zoon ten deel. Dat is een van de grote thema's ook in de Hebreeënbrief. Dit is Hebreeën 1, waar we ons nu mee bezighouden. Nu blader ik eventjes één bladzijde verder, of een hoofdstuk verder, en dan komen we in Hebreeën 2. En dan staat er, want niet, zegt dezezelfde schrijver, want niet aan engelen heeft hij de toekomende wereld, waarvan wij spreken, onderworpen. Hij spreekt dus
over de toekomende wereld. Niet de tegenwoordige wereld. De tegenwoordige wereld, de tegenwoordige aion, dat is een boze aion, daarin regeert Christus niet. Ik weet dat er vele mensen zijn die dat wel zeggen van Christus regeert. En er zijn vele liederen, die wij dus ook nooit in deze bijeenkomsten zingen, want ik krijg het niet uit mijn strot om te zingen van Koning Jezus regeert nu. Er zijn vele liederen die erover gaan, maar dat is gewoon niet zo. Koning Jezus regeert nu niet. En ik moet u zeggen, natuurlijk, God heeft alles in zijn handen, maar koning, als de koning, de Messias, zal gaan regeren, dan breekt er een hele nieuwe aionen aan en dan wordt deze wereld wel even heel anders. Ik zou me generen om te denken dat deze wereld geregeerd wordt door koning Jezus. Nee, deze aion is een boze aion en die wordt geregeerd. De leugen regeert en de leugenaar regeert. De god van deze aion, dat is de Satan, de tegenstander. De diabolos. Dat moet duidelijk zijn. Niet aan engelen heeft hij de toekomende wereld waarvan wij spreken onderworpen. Maar, zegt de schrijver dan, iemand heeft ergens betuigd. En ik kan u verklappen, dat is Psalm 8. David. Iemand is David en ergens, dat is Psalm 8. Nou gaat hij citeren, ik sla even wat over, en dan staat er in Psalm 8 al: alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. Dat wil zeggen, die toekomende wereld, die staat onder beslag en onder de heerschappij van niemand minder dan de Christus. En dan staat er nog bij, want bij dit alle dingen hem onderworpen, wat dus al in de psalmen staat, gewoon in die Hebreeuwse Bijbel, van oudsher, dus om zo te zeggen, wel, alle dingen hem onderworpen, heeft hij niets uitgezonden dat hem niet onderworpen zou zijn. Dus u ziet hoezeer dat dan ook nog weer eens onderstreept wordt. Het is universele glorie van de Zoon. Dat er niets is wat buiten zijn heerschappij valt. De toekomende wereld wordt aan zijn voeten onderworpen. In de toekomende eeuwen gaat dat zijn vorm en beslag krijgen. En, maar dat is dan weer nog weer een ander schriftgedeelte, 1 Korinthe 15, waar ook staat dat hij moet heersen en hij moet alle dingen aan zich onderschikken. En dan is het de laatste vijand die dan onderschikt wordt of onderworpen wordt of eigenlijk teniet gedaan wordt, dat is de dood. En als dan de dood ook er niet gedaan is, ja, als er geen dood meer is, dan leven alle. En dan is God, staat er vervolgens, dan zal de Zoon ook, ja, dat staat in de Bijbel, dan zal de Zoon ook zijn koninkrijk weer overgeven aan God de Vader, van wie hij het ooit allemaal heeft ontvangen. En dan is de cirkel weer rond. Het begon bij God, God was alles, en het eindigt bij God. God wordt dan alles in alle. Kijk. Dat is de taak van de Zoon. Om alles tot zijn God en Vader weer terug te brengen. En daar is hij ook succesvol in. Alle dingen worden hem onderworpen. Nou, neem me niet kwalijk. Maar als je hier goed over nadenkt. Dit is toch echt wel heerlijkheid nummer 1 van de Zoon. Alle dingen zijn hem onderworpen. Hij is de belotbezitter van het al. En daarbij is niets uitgezonden. Zegt de schrijver. En daar ben ik heel blij mee. Niets uitgezonden en ook niemand uitgezonden. Alle dingen. Echt alle dingen. En ik weet, het wordt heftig ontkend. Maar dit is nu juist de glorie van de Zoon. Ga verder. Kom bij nummer 2, want ja, nog wat heerlijkheden te gaan. Dan staat er op het laatst van deze dagen, spreekt hij tot ons in de Zoon, die hij plaatst, heeft gesteld, tot een lotbezitter van alle dingen. Nou, dat zagen we al. Maar dan gaat het door. Door wie hij, en dit is heerlijkheid nummer 2, door wie hij ook de aionen maakt. En u zegt, hey, in mijn Bijbeltje staat het anders. Dan zeg ik, dat klopt. Want in de Concordant Version staat het inderdaad zo. Maar voor de rest zijn er
de NBG-vertaling, er staat door wie hij ook de wereld geschapen heeft. Ik begrijp wel waarom men dat zo zegt, maar het is domweg, het staat er niet. In de eerste plaats staat niet wereld, maar staat aionen. Dus sowieso geen enkel fout, maar het is meervoud. Het is de aionen, dat zijn wereldtijden. En bovendien wordt er niet gesproken over heeft geschapen, maar hij maakt. En wie is die hij? God maakt de aionen, ja, door hem, de Zoon. Hè? Die een lotbezitter is van het al. Denk daar nou eens over na. Of, nou ja, en stel gewoon de goede vraag. Er staat niet door wie hij alle aionen, maar de aionen maakt. En wat zijn de aionen? Wel, dat zijn de toekomende aionen. De toekomende aionen worden door God, God maakt de toekomende aionen door de Zoon. Ik heb hier in het verleden ook altijd eigenlijk wel gedacht aan dat hij alle aionen maakt door de Zoon. Maar dat is niet wat hier staat. Er staat niet alle aionen, de aionen. De aionen namelijk waarin hij de lotbezitter zal zijn. Alle, de toekomende wereld waarvan wij spreken. En om even in de Hebreeuwse termen te blijven. Die is aan hem onderworpen en die aionen worden gemaakt door de Zoon. Dat wil zeggen, die worden vormgegeven door de Zoon. Ja, trouwens, als we even doorlezen in ditzelfde hoofdstuk, ik heb er hier verder geen diaatje van, maar dan staat er ook over, maar dan kom je weer met een probleem, want dan staat er in onze vertaling, in troon op God is in alle eeuwigheid, maar dan staat er niet alle eeuwigheid staat de aion van de aion. Al die, de aionen zijn, dat is echt een zo vreselijk, maar daar hebben we het al zo vaak toch over gehad. Maar de aionen zijn totaal uit beeld gekomen en het zicht daarop wordt ons ontnomen. Het woord kennen de vertalers niet, ze maken van een aion maken ze een wereld, of ze maken in dit geval dan weer een eeuwigheid en dan maken ze alle eeuwigheid. Het staat er domweg niet. Maar God geeft die aionen vorm door de Zoon. Hij beheerst die wereldtijdperken. Daarom heet die de aionen ook de aionen der aionen. Dat is weer zo'n overtreffende trap. De aionen die gaan komen, beste mensen, dat zijn de toekomende aionen. Dat zijn de overtreffende aionen. Die, waarbij alles wat tot dusver aan wereldtijdperken geweest is, verre achter zich laat. Die zijn echt zo overtreffend. Waarom? Wel, het zijn de aionen waarin de Zoon zal regeren en heersen. Zijn troon zal dan gevestigd worden. En vandaar dat die wereldtijdperken door hem vormgegeven worden. En steeds groter en heerlijker worden. Want je ziet ook daarin trouwens nog weer een ontwikkeling. Hij zal straks de heerschappij op zich nemen. Maar dan gaat hij ook, hij gaat heersen. Totdat hij al zijn vijanden. U ziet, dat is een progressie. De kring wordt steeds wijder. Totdat de kring inderdaad universeel is. En dat alles ingesloten is. En er dus ook niets meer van is uitgezonderd. Door wie hij, God, de aionen maakt. De toekomende aionen. Heerlijkheid nummer 3. Het gaat nog steeds over de Zoon. Die een afstraling is van de heerlijkheid. Of ja, in de MBG-vertaling staat dan zijn heerlijkheid. En dat zal wel zo zijn. Dat, natuurlijk, het gaat over Gods heerlijkheid. Maar die een afstraling is van de heerlijkheid. Namelijk de heerlijkheid van God. Zo wordt dat ook aangeduid. De Heer. In 2 Korinthe 4 lezen we over de heerlijkheid van de God in het aangezicht van Christus. God is de onzienlijke God, jawel, maar hij doet zich kennen in de Zoon. De Zoon is de afstraling van de heerlijkheid. Gods heerlijkheid kan niet gezien worden. En ik heb expres dit plaatje erbij gezet. Je kan niet in de zon kijken.
Dat is niet voor het menselijk oog, als de zon op het hoog staat, dan is het menselijk oog er niet toe, is er niet in staat om in die zon te kijken. Dat is, de zon is dus feitelijk onzienlijk. Maar wat we zien is het licht, de afstraling, of zo je wilt, de uitstraling van die zon. Van de zon, ja. Dat is wel leuk, hè? Zo'n verspreking. Ik deed het nu per ongeluk, maar eigenlijk zou dat ook met opzet gedaan kunnen zijn. Want de zon is de afstraling. Het licht van God. Voor zover we Gods heerlijkheid kennen, dan is dat alleen maar via hem. Hij is de afstraling van de heerlijkheid. Van welke heerlijkheid? De heerlijkheid uiteraard van God zelf. De heerlijkheid des Heren, de heerlijkheid van Jahwe. En nummer 4, dat sluit daar eigenlijk heel sterk op aan bij nummer 3. En een afdruk van de aanname van hem. En u zegt, sorry André, maar dit vind ik niet duidelijker dan in de MBG-vertaling. Dan zeg ik, oké, daar hebt u een punt. Maar dit is wel zoals het er staat. Die afdruk, ziet u trouwens hier, eigenlijk staat er in het woord karakter. Een afdruk, zoals je dat ook een karakter, een typemachine, weet je wel, een karakter is een, ja, die gaat dan, nou, een typemachine is natuurlijk alweer een heel verouderd apparaat, maar zo'n karakter wordt door het lint gedrukt en dan zie je het op papier en dan zie je de afdruk van zo'n karakter. Wel, de zoon is een afstraling van de heerlijkheid, God, en een afdruk, het karakter, of de Concordant Version zegt een embleem. Hij is embleem van zijn wezen, zegt dan de MBG, ik meen de Statenvertaling ook. Nee, de Statenvertaling zegt van zijn er zelfstandigheid. Ja. Zijn zelfstandigheid, oh ja. Hier staat trouwens in het Grieks het woordje hypostasis, waar ons woordje hypothese weer van afgeleid is, maar dat is eigenlijk een onderstelling. Zeg ik het ook? Ja, een onderstelling. En wat, moet je even over nadenken. Even goed bezinnen op wat dat betekent. De zoon is een afdruk. En van wat? Wel, van de aanname van hem. Nou, laat ik u een voorbeeld geven. In de zoon wordt zichtbaar wat God onderstelt. Ik heb hier een plaatje. Dit zijn allemaal afdrukken in het zand. Hier van een mens die hier gelopen heeft. Van een dier, een hond of zo, weet ik veel. Wat hier gelopen heeft. Ik ben geen dierenkenner. En nou, in ieder geval, dit zal een auto geweest zijn. Vermoed ik zo. Dit zijn allemaal afdrukken. Ziet u een mens hier? Nee. Zie je hier een dier? Zie je hier een auto? Nee. Maar je ziet wel de afdruk daarvan. Dus in die afdruk, daarin kun je iets aannemen. Als je dit ziet, dan mag je aannemen dat daar een mens gelopen heeft. Niet waar? Of als je dit ziet, dan mag je aannemen dat daar een auto of een tractor of weet je veel wat gereden. Dat veronderstelt, je ziet hem wel eens. Je ziet weliswaar die auto of het dier of die mens niet. Maar de afdruk verraadt juist. En dan, daarin kun je veronderstellen wie daarachter zit. Nou, dat is precies wat de zoon is. De zoon is de afdruk, het karakter. De afdruk van dat wat God veronderstelt. Weliswaar, God zien we niet. Maar in de afdruk weet je, hij is het. Het kan geen ander zijn. En we zeggen van, hier heeft een mens gelopen. Die mens zie je niet. Nee, in feite is dat in een veel lagere zin, nou ja, veel lager, maar in ieder geval in een andere zin, ook van de schepping te zeggen. In de schepping zie je eigenlijk, ja, ze zeggen dat ook wel, Gods footprints, zijn voetafdrukken. God laat zich niet zien, nee, maar in alles wat je
wat je waarneemt, daarin weet je van, nou, hier is zo over nagedacht. Dit is verraad zo'n immense intelligentie, dat het gewoon bizar is om te zeggen van, ja, oh ja, dag, nee, maar dat is zomaar toevallig, is dat zijn dat andere keer, dat zie je. Hier heeft geen mens gelopen, dat kan toch zomaar toevallig ontstaan zijn. Iedereen zou zeggen, maar ben je van lotje getikt als je dit ziet? Maar als het dan gaat over de schepping en de ontkenning van een schepper, dan heet je ineens heel intelligent. Ja, sorry, ik heb daar niet zo heel veel begrip voor. Afijn, afdrukken. En dan gaan we even terug. Hij is een afdruk van de aanname van hem. Van hem namelijk, en dan gaan we verder, van hem die ook draagt het al in het woord van zijn vermogen. Hij is de afdruk van hem die het al draagt. Dat wil zeggen, hier staat in het Grieks ta panta. Dat wil zeggen ook weer die uitdrukking die we zojuist ook al min of meer zo tegenkwamen. Het al. Gewoon de hele schepping. En hij draagt dat al. En hoe doet hij dat? Dan staat er in het woord, dat wat hij spreekt, in zijn uitspraken, van zijn vermogen, of zijn vermogen, zo kun je het ook zeggen, in zijn vermogende woord. Ooit zijn alle dingen ontstaan door zijn woord. Hij sprak en het was er. Er zij licht, er was licht. Dat is Gods uitspraak. Daardoor zijn de dingen ontstaan. Maar het is niet alleen maar het ontstaan van alle dingen door zijn uitspraken, maar ook alle dingen bestaan, dus de tegenwoordige tijd, door zijn krachtig of door zijn vermogend woord. Zou hij anders spreken, dan zijn de dingen niet meer. Alle dingen draagt hij door zijn spreken. Ziet u hoe enorm dat spreken van God is? God spreekt. En nu spreekt hij door de Zoon en dat is de ultieme spreekwijze. Dit is definitief, het laatst. Hij sprak ooit op vele wijze. Van oudsher en op vele manieren door profeten, maar nu in een zoon. Dat is definitief. En die zoon is zo glorieus. Hij is de lotbezitter van het al. Hij is de afstraling van Gods heerlijkheid. Hij is de afdruk van wat hem veronderstelt. En dat die hem, dat is degene die alles draagt. Door zijn krachtig woord. Ziet u, dat is Gods spreken. En hij, de zoon, is het karakter, het embleem. Hij is de afdruk daarvan. Dat is heerlijkheid nummer 4. We gaan verder. Komen bij de 5e. Reiniging van de zonde makend. Er staat in de MBG-vertaling de reiniging der zonde tot stand gebracht te hebben. Het gaat trouwens hier niet zozeer over onze zonden. Hier in de Hebreeënbrief, misschien vindt u dat ook wel een bezwaar tegen de wijze waarop ik nu vanmorgen spreek. En zegt van, ja, maar wat heb ik eraan? Wat is ons belang? Daar gaat het eigenlijk in die eerste woorden van de Hebreeënbrief totaal niet om. Later trouwens wel, ook wat ons profijt is en hoezeer Israël, maar in het algemeen ook, wij de vruchten daarvan plukken. Trouwens, ik moet u zeggen, als je dit echt op je laat inwerken, dan pluk je daar sowieso wel de vruchten van. Maar het gaat niet om ons profijt, het gaat om het... Dit is zijn heerlijkheid. Het gaat er niet zozeer om dat onze zonden worden gereinigd. Maar de zonden worden door hem gereinigd. De reiniging der zonden maakt hij. Dat is, zo wordt het geformuleerd. En dat draagt dus bij, dat is weer een diadeem of een juweel op zijn kroon. Hij doet dat. Dat wij daar op de vruchten van plukken, dat is tot je dienst. Maar daar gaat het niet om, het gaat erom, dat is zijn heerlijkheid. Hij doet dat. Let op, hij reinigt. Hij verschoont. Hij maakt dus met recht schoon, zodat het afgewassen is. Dat is toch wat het woord is, wat het betekent. En let op, er staat hier niet schuld. Ik weet, wij met onze Calvinistische... Ja, verleden, we leven in een Calvinistisch land. En trouwens in het algemeen, in traditioneel christelijk, denkt men bij zonde altijd aan schuld. Hè?
Ik weet niet, het is mij al heel vaak opgevallen, en trouwens dat niet bij anderen alleen, maar ik heb dat zelf ook. Het, op een gegeven moment, als je dat van kindsbeen af altijd te horen krijgt, dan gaat het min of meer in je systeem zitten. Van dat als je over zonde hoort, dan denk je meteen aan schuld. Dus als de reiniging van zonde betekent dat je schuld wordt weggedaan. Als je er goed over nadenkt, zeg maar, wat is dat voor onlogische denken? Als een schuld weggedaan wordt, dat wil zeggen dat het je niet meer aangerekend wordt. Maar als je de zonden gereinigd worden, dat wil zeggen dat de zonden weg zijn. Zonden spelen geen rol meer. Kijk, als ik noem maar wat. Ik maak een aanrijding. Ik rijd tegen iemand op. Hè, dat is zonde. Dat is met recht het doel, mensen, want dat heb je niet op het oog. Ik doe raak. Ja, je raakt die auto, maar dat is niet je bedoeling. Ja. Bam, dat is raak, maar daarmee dus mis. Hè? Dat is goed mis. Nou, maar het gaat even om het verschil. Dan is dat zonde. Maar vervolgens, wat dat allemaal weer gaat betekenen. Je krijgt de rekeningen van de garage, van de verzekering, weet ik wat allemaal. En dan moet je schuld betalen. Dat zijn twee verschillende dingen. Als God, of in het algemeen als er staat van hij reinigt, hij verlost van zonde, of hij reinigt de zonde, dat wil zeggen dat je zondeloos gemaakt wordt. Dat is trouwens ook zijn werk, want daar gaat het juist om. Wie doet dat? Wel, hij reinigt van zonde. Dat is zijn werk. Dat is juist één van de juwelen op zijn kroon. Eén van de zeven. De reiniging van de zonden maakt hij. Dat ook betekent dat hij de schuld wegdoet en dat het verleden je niet aangerekend wordt, dat is waar. Maar het is veel meer. Hij doet de zonde weg. Dat is de oorzaak van alles. De schuld is eigenlijk alleen maar een gevolg daarvan. Hij doet de zonde weg. Hij zodanig dat er, als hij de reiniging van de zonde tot stand brengt of maakt, dan betekent dat er de zonden uiteindelijk er niet meer zijn. En dan is alles tot zijn doel gekomen. Je moet het zo letterlijk en concreet mogelijk ook vasthouden en verstaan. De reiniging van de zonde maakt het. Dus de vraag is, wie realiseert de reiniging van de zonde? Antwoord, dat is de Zoon. En later in de Hebreeënbrief wordt dat uitgebreid ook toegelicht. He, die zoon, dat is de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat is een hele mond vol. Maar wat een geweldige dingen liggen daarin besloten. En hoe hij dat dan doet. En dat die hoge priester vandaag ook in het binnenst heiligdom is. Wat ik nu zeg, dat zijn allemaal termen die direct aan de Hebreeënbrief ontleend zijn. Trouwens, dat mag ik misschien al eventjes zeggen. Over een paar weken, 8 oktober, dan hebben we weer een conferentie, maar in Garderen, op een zaterdag. En dan gaat het over, het thema is achter het voorhangsel. Dan mag ik zelf, Gerard, die hier achterin zit, Menno Heijman, die zullen wat daarover vertellen. Eigenlijk gaat het vooral, uitsluitend, over de Hebreeënbrief. Over wat daar plaatsvindt. Achter het voorhangsel, dat was even ontrokken aan het oog. Maar jongens, dat is precies waar het allemaal om gaat. Als u er trouwens bij wil zijn, moet u zich wel even opgeven. Maar goed, misschien dat ik er zo nog even op terugkom. Bij het doen van de mededelingen. Een geweldig onderwerp. Die hoge priester, hij reinigt. Niet zoals die hoge priesters ooit onder het oude verbond, dat was alleen maar symbool. Maar in ieder geval een type, niet meer dan dat. Niet minder ook, maar ook niet meer dan dat. Het verwees naar hem, de Zoon. De reiniging van de zonde maakt. En dan staat er nummer 6. Rechts gaan zitten van de majesteit in hoogte. Eigenlijk staat hier rechts in... In het Grieks staat het op wat andere manier. Wij zeggen meestal aan de rechterhand. Eigenlijk gewoon is het in de rechter. Namelijk de rechterkant, dus de rechterzijde. Of rechts gewoon, zoals je dat in gewoon Nederlands zegt. Hij is rechts gaan zitten. Feitelijk in deze ene zin, rechts gaan zitten van de majesteit in hoogte, dat is 3 keer
één heerlijkheid. Maar op drie wijzen wordt dat dus uitgestald. Hij is rechts gaan zitten. En dat is op zich natuurlijk al een aanduiding van verhoging. Toch? Rechts heeft altijd in de Bijbel te maken met, en ach, dat vind ik altijd heel makkelijk uitleggen, met voorrang. En iets wat rechts gezet wordt, dat krijgt voorrang. Dus een erepositie, iets wat je links laat liggen, dat wordt genegeerd. En rechts heeft te maken met eer. Hij is rechts gaan zitten en daar staat erbij van de majesteit. Weet u trouwens, ja, ik heb dat er hier even bij gezet. Een van de passages die een hele grote rol spelen in de Hebreeënbrief is deze psalm. Psalm 110, waar ook trouwens gesproken wordt over de hoge priesteren en naar de ordening van Melchizedek. Maar dan staat er, dat wordt al in de dagen van David voorzegd, dat er iemand zou komen die door God zou worden verhoogd tot zijn rechterhand. Zet u aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gesteld zal hebben tot een voetbank voor uw voeten. Hij, de Zoon, hij is rechts gaan zitten. Hij heeft een positie van eer ontvangen, daar is hij vandaag. Namelijk rechts gaan zitten van de majesteit in hoogte. Van de majesteit, als we even doorbladeren naar hoofdstuk 8 gaan, en dan gaat de schrijver van deze brief de boel samenvatten, en dan zegt hij in vers 1, de hoofdzaak van ons onderwerp, dus alles wat hij tot dusver naar voren heeft gebracht, de hoofdzaak van ons onderwerp is, kijk, we hebben een samenvatting. Wat bedoel je nou eigenlijk te zeggen? Wat is de clue? Nou, hij zegt, alsjeblieft, de hoofdzaak van ons onderwerp is dat wij zulk een hoge priester hebben die gezeten is. Hij zit. De priesters in het Oude Testament moesten altijd staan. Ze waren nooit klaar. Hij zit. Die zit. Die is gezeten ter rechterzijde van de troon der majesteit. Dit is eigenlijk gewoon een aanduiding van God zelf. Als er één majesteit is, dan is hij het. En hij is gezeten rechts van de troon van de majesteit in de hemelen. Die hoge plaatsen. En feitelijk is dat ook precies wat hier staat. Hè? Rechts gaan zitten van de majesteit in hoogte. Inderdaad. Ook een van die grote onderwerpen in deze brief is de zoon die wij kennen en waarover hij spreekt. Dat is de zoon die zich straks zal openbaren. Maar één van de kenmerken van die zoon vandaag is dat hij ontrokken is aan de hoogte. Vandaar ook achter het voorhangsel. Zoals die hoge priester eens per jaar ook achter het voorhangsel was. En dat is een uitbeelding van de hemel. Waar is hij? Wel aan de rechterzijde van de troon der majesteit in hoogte. Zie je dat? Nee, dat zie je juist niet. Dat is juist zijn positie nu. Dat maakt het ook allemaal erg lastig natuurlijk. Visueel als wij ingesteld willen zijn. Ik wil er een plaatje bij hebben. Trouwens, de Hebreeënbrief komt ons daar wel in tegemoet hoor. Want er worden allemaal, als de schrijver dan gaat spreken over deze dingen, dan laat hij allemaal illustraties zien. Gewoon die over de hoge priester, over Melchizedek en wat daar gebeurde in die tabernakel. Geweldig. Het zijn allemaal plaatjes, allemaal diaatjes van ja, wie de zoon is. Wil je er een voorstelling van maken? Alsjeblieft, de hele Hebreeënbrief gaat daarover. Hij is rechts gaan zitten van de majesteit in hoogte. Alsjeblieft. Nummer 6 van de diademen op zijn kroon. En dan zoveel beter geworden, zoveel beter wordend dan de engelen, als hij uitnemender naam naast hen als lotbezit ontvangen heeft. Zoveel beter wordend. Ik zei al, beter, dit woord, dat is echt een sleutelbegrip in deze Hebreeënbrief. Het komt heel vaak voor. Beter betekent overtreffend in kwaliteit. Iets is goed, maar als het beter is, dan wil dat zeggen, het is het overtreft in kwaliteit. Wel, dit komt 12 keer voor in de Hebreeënbrief. Daar moeten we het nog eens een keertje over hebben. Over 12 keer beter.
12 keer beter in de Hebreeënbrief. Dat is wel een mooi thema. Dan gaat het over bijkennen. Dat is juist wat in deze brief ook naar voren gebracht wordt. Alles is beter en het wordt namelijk afgezet tegen het goede dat de Hebreeën al kenden in het Oude Testament, in de Tenach. Maar hij spreekt over een betere offerande, over een betere opstanding, over een beter verbond, over een beter offer. Nou ja, 12 keer dus, maar dat is, ik weet zo niet allemaal zo uit mijn hoofd. Maar alles is beter. Wat we in Christus vandaag in de Zoon kennen, is zoveel beter. Hè? Zoveel beter. Dan alles wat ze tot dusver kenden. Die Hebreeën hebben nu kennis gemaakt met de Zoon en daarmee met het zoveel betere dan wat ze ooit en tot dusver hebben gekend. Zoveel beter wordend, namelijk die Zoon, dan de engelen. Ook dat moet je goed begrijpen, want die Hebreeën, ja, voor zover zij wat over God wisten, dan was dat altijd door bemiddeling van engelen. God communiceerde vanouds via engelen. Als God verscheen, ook als je leest dat Yahweh verscheen, dan lees je, het was een engel. Of de engel, maar het was een engel. Bijvoorbeeld bij de brandende braamstruik, dan lees je een Yahweh verschijnt, maar zegt Stefanus, het was een engel die aan hem verscheen. En je leest bijvoorbeeld ook, en dat wordt nog eens een keer gezegd, in hoofdstuk 2 vers 2 wordt het gezegd dat de wet door bemiddeling van engelen aan het volk Israël via Mozes dan weer gegeven is. Door bemiddeling van engelen. Dus God deed dat indirect en dat deed hij via engelen. Vandaar, die engelen staan feitelijk ook model voor het Oude Testament. De wijze waarop God tot dusver vanouds communiceerde met het volk, dat was via engelen. Nu communiceerde hij via een zoon. En dan zegt hij, dat is daarom zoveel beter. Die zoon is zoveel meer als hij een uitnemender naam naast hen als lotbezit ontvangen heeft. Dat wil zeggen, die zoon die is nu daar inderdaad in hoogten gezeten, maar hij heeft een uitnemende naam. En wat is dat, die naam? Kijk gewoon even in de context. Die naam die hij heeft ontvangen is die van zoon. Kijk maar na, want dan staat er, als hij is zoveel beter worden dan de engelen, als hij uitnemende naam naast hen als lotbezit ontvangen heeft. Geërfd heeft. Nou, ontvangen heeft als erfdeel, staat er in de Hebreeën al. Die naam dat is een zoon, want, nou dan ga ik het uitleggen, of nee, niet, ik ga het uitleggen, de schrijver gaat het uitleggen, want, zegt hij, tot wie van de engelen zei hij, God, jawel, ooit, mijn zoon ben jij, ik heb jou vandaag verwekt. Hier wordt weer iets uit de psalmen aangehaald. Nu niet uit psalm 110, ook niet uit psalm 8, maar dit keer uit psalm 2. In de psalmen wordt de Messias voorzegd en dan wordt er gezegd, mijn zoon ben jij. En zegt de schrijver, dat heeft God nooit tot één van die engelen gesproken. Altijd communiceerde God via engelen, nu via een zoon. En nooit heeft hij tot een engel gezegd, mijn zoon ben jij. Nooit. Mijn zoon ben jij, ik heb jou vandaag verwekt. Ik heb u heden verwekt. Die tekst kent u. In Psalm 2 gaat over de zoon van God. Nou, kijk het maar eens na. Het gaat zo onmiskenbaar over de Messias. Die Hebreeën konden dat niet ontkennen. Er was heel veel strijd natuurlijk. Toen de tijd ook. Je moet dat ook tegen de achtergrond van die hele Hebreeënbrief zien. Maar God zegt tot de zoon. Jij bent mijn zoon. Ik heb je vandaag verwekt. Maar nu even iets vreemds. Want dit gaat, zal ik u vertellen, dat heden verwekt of vandaag verwekt, dat gaat niet over de conceptie, de bevruchting van de zoon. Dat wil zeggen, toen Maria zwanger werd, toen werd de zoon verwekt. Tegen Maria werd gezegd, de kracht van de Allerhoogste zal over u komen
En daarom zal het, dat wat uit u voortkomt, zoon Gods genaamd worden. Hij was dus de zoon Gods vanaf zijn conceptie, hè, vanaf dat moment. Maar dat vandaag verwekt slaat daar niet op, zal ik u vertellen. Dat zou ook heel onlogisch zijn, want tot een embryo spreek je niet. Want die heeft namelijk geen oren, of in ieder geval die kan nog niet horen. Nee, daar gaat het ook niet over. Ik kan het bewijzen hoor. Want hier wordt niet een embryo aangesproken. Hier wordt gesproken over de dag van de opstanding. Toen de zoon verwekt werd uit de dood. Hij was al de zoon, maar hier wordt gesproken over de dag van de opstanding. Het is trouwens op die dag van de opstanding, en dan zegt hij ook tegen Maria Magdalena: ik vaar op naar mijn God en uw God, naar mijn vader en uw vader. Op die dag had God hem uit de doden verwekt. Dat vandaag verwekt, dat verwekt slaat op verwekt, voortgebracht uit de doden. En dat vandaag slaat op die dag van de opstanding. En als u dat echt een glashandbewijs daarvan wil hebben, dan staat het in Handelingen 13. Ik ga nu niet eens naar die schriftplaats toe. Maar daar kun je dat zien. Daar staat inderdaad dat als hier staat van ik heb je heden verwekt, in Psalm 2, dat slaat opstanding. Dat is ook heel logisch dus, als je daarover gaat nadenken. Toen, op die dag, heeft God tegen zijn zoon: ik heb je verwekt. Je was al de zoon, maar ik heb je vandaag verwekt, nu uit de doden. De opgestaande. Dit verwijst dus naar hem die de dood achter zich liet en nu de opgestane is. Reiniging van zonde makend, rechtzitten van de majesteit in hoogte en de afdruk, het embleem, de uitstraling, de lotbezit. Hij is dat alles. De opgestaan. Hij is zoon Gods en daarmee is hij beter, zoveel beter, zoveel overtreffender dan wat de Hebreeën tot dusver altijd en van ouds hebben gekend, hè, middels de profeten. Dus, nou zetten we het allemaal op een rijtje, die zeven heerlijkheden. Wat hebben we gezien over die zoon? De zoon. Hij is gesteld. Ik gebruik gewoon de woorden die we zo rechtstreeks ook nu hebben gezien. Hij is gesteld tot lotbezitter, erfgenaam, van alle dingen. Heerlijkheid nummer 1. Door wie hij... Door wie God ook de aionen maakt. De toekomende dus. Hè? Die toekomende aionen gaat hij vormgeven door de zoon. 3. De zoon die een afstraling is van de heerlijkheid. Namelijk Gods heerlijkheid. Nummer 4. Die zoon die een afdruk is van de aanname van hem. Wat God veronderstelt te zijn. Hij is daar het embleem van. God wordt niet gezien, maar zijn afdruk zien wij. De zoon. Wie is dat? Wel, dat is degene die de reiniging van de zonde maakt. Tot stand brengt, zo u wilt. Wie doet dat? Hij. Wie verschoont? Wie maakt? Wie verlost daarmee dus ook? En maakt de zonde tot verleden tijd? Dat is de zoon. En hij is rechtszittend van de majesteit in hoogte. En dan 7, zoveel beter dan de engelen. Waarom? Omdat hij zo'n uitnemende naam heeft ontvangen. Zo, de zoon van God, die door God is verwekt op de dag van de opstanding. Wel, over hem hebben we het. 7 heerlijkheden. En dat zijn de heerlijkheden, ja, die waar de Hebreeënbriefschrijver mee begint. En ik wilde u heel graag vanmorgen daar een eens meenemen om u dat voor ogen te stellen. En voor mijzelf was dit, ja, ik vind het zo geweldig om me hier aan te denken. Hoe groot hij is. Zullen we een lied daarover zingen? Ja, dat leek me dan wel heel erg passend om dit lied te zingen. Zijn naam is wonderbaar. Jezus, mijn Heer. Ja.
En wat verder volgt. Weten we zelfs alle zegeningen die u ons geeft. En dan stijgen we als het ware daar bovenuit. En dan gaat het niet meer om dat wat wij ontvangen hebben, maar om wie u bent. En wat u tot stand brengt. En dan vergeten we onszelf. En hoe therapeutisch is dat ook niet. Om onszelf te vergeten, om onszelf te verliezen en te denken en bepaald te worden bij die enorme, onvoorstelbare glorie van de Zoon. Het afdruk van alles wat u veronderstelt. De uitstraling van Gods heerlijkheid. Wat een glorie. En we hebben dat zo eerbiedig op een rijtje gezet vanmorgen. En we hebben dat gelezen en erover nagedacht wat de betekenis daarvan is. En zoals uw woord dat zelf ook dan weer uitlegt en toelicht. Eén ding is ons wel duidelijk geworden en dat is dat het zo magistraal is, zo groots, die zoon, inderdaad, onttrokken aan ons oog, achter het voorhangsel, maar wat geweldig dat we hem daarin, in dat traject, in die weg ook mogen volgen, want hij heeft een levende weg ingewijd. En we zijn ook daar met hem en in hem geplaatst. En we wacht is op het moment dat hij ook weer tevoorschijn zal komen als de grote hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat hij uit het heiligdom zal komen en dat hij het volk gaat zegenen. En wat een tijden gaan er nog komen. Wat een aionen zullen er nog aanbreken. En alles zal gemaakt worden, vormgegeven worden door niemand minder dan de Zoon. Heer, we danken u dat we zo geweldig wijdzicht mogen krijgen zo vanuit uw woord. Dat we als het ware opstijgen als in een vliegtuig. En dat we het hele aardse gewemel, onze eigen omstandigheden als het ware piepklein worden. Of zelfs niet onzichtbaar worden. En dat we zulke grote hoogte mogen bereiken en dat alles mogen zien. In de hemelen, in de hoogten geplaatst. We danken u zo, Vader, dat we hier dat met elkaar ook mochten beleven, dat we dat mochten lezen, mochten onderzoeken. En laat de waarde, de rijkdom, de juwelen, de diademen van deze heerlijkheid diep in ons hart gegrift zijn. Zodat we dit naar waarde schatten. Dat we zo ook mogen leven, elke dag, tot lofprijzing van uw naam. Want dat is het enige wat ter zake doet. We dragen ons zo bij u op. We danken u voor alles wat u geeft. We danken u dat we voor uw rekening zijn. In alle omstandigheden. Van
ons leven. Amen. We zingen straks nog één lied. Heer, machtige God, ik loof u. En wat daarop volgt. Ondertussen gaan we nog luisteren naar wat André te spelen heeft. Ah. Maar je krijgt assistentie, Jacco. Ja. Nee, ja, je assistentie. Ja. We bepaalden, we zeiden al van ja, kom dat nog maar eens een keertje om. Mensen die hun diensten aanbieden. Van de week hoorde ik nog iemand vragen, als iemand wil hebben, die wat voor je doet, dan zegt, vind ze maar eens een keertje. En nou komt er zo iemand naar me toe, hij zegt, mag ik met het zakje erop lopen? Ja, akkoord. Ja, echt waar. Ja. Ik zie het. Ja.
Ja, dat was om, om u een levensles mee te geven. Net als die ballon, weet u wel, die gaat altijd omhoog. Toch? Dat was toch de gedachte erachter? Ja. Daar hadden we het. 15 september, aankomende donderdag, beginnen de Bijbelstudies in Katwijk. Dat gaat nog steeds hoor. Wat mij betreft ook. En dan gaan we even verder in Paulus' voetsporen over het boek Handelingen. We zijn inmiddels in Handelingen 19. En dan een week later, dan beginnen de Bijbelstudies in Bodegraven. Nog steeds akkoord? Ja. Ja, ik zeg, vraag me eventjes. Ik denk van aan het publiek, durf ik toch in nee te zeggen. Oh, doe maar. Oh, dat is wel erg vroeg. De verse stroopwafel staan er klaar. En dan gaan we verder met het Johannes-evangelie. We gaan beginnen in Johannes 6. De wonderbare spijzering is dat trouwens. En nog weer een week later. Nee, een dag later. Dan beginnen de Bijbelstudies van Menoah. Dus op een vrijdag daarna in Rotterdam. Bijbelsgrieks. Hij vond het niet zo'n goede naam, maar goed. Het klinkt heel... dat gaat dus om het ABC van het Grieks van het Nieuwe Testament te leren. En dat is echt geweldig. Dat kan ik u wel verklappen. De volgende bijeenkomst hier, dat zal zijn, zo de Heer wil, 25 september. Op de laatste zondag dus van deze maand. Dat is over 3 weken dus. Is het in de aarde? Ja, deze... Ja. Ik doe het niet meer, maar goed, die 23e, dat is in de Aken. En als u meer daarover wilt weten, kijk even op de website, dus weet u alle informatie daarover. Goed, nou mensen, ik heb daar heel weinig meer aan toe te voegen, behalve dat ik u nog een heerlijke zondag toewens. De enige dag dat de zon niet schijnt is op de zondag. Maar ik zou zeggen, God zegen en tot ziens allemaal.